Groen en buiten is belangrijk. Ik zit hier op een bijzondere plek, het Hof van Cartesius, midden in de stad. En het is belangrijk dat de provincie Utrecht groen is en groener wordt. Groen in de stad is daarom ook onmisbaar. Het is belangrijk voor mensen, voor het in de natuur zijn, het buiten zijn. Een betere biodiversiteit, schone lucht, schoon water. En de mensen van het Hof van Cartesius brengen dit allemaal hier samen. Het is een bijzonder initiatief. Zij hebben de Utrechtse Natuurprijs gewonnen, de Groene Kroon. Ik ben Charlotte Ernst en ik ben aan het werk aan de doorontwikkeling van het Hof van Cartesius. Het Hof van Cartesius is een werkplek voor creatieve makers en ondernemers in het Werkspoortkwartier in Utrecht. En we zitten heel dicht bij station Zuilen hier. Wij zijn een coöperatie met 40 hofleden, waarvan een groot aantal hier een werkruimte heeft. Het zijn veel kleine werkplaatsen en studio's. Lid van de coöperatie zijn betekent dat je samen beslist over wat er hier gebeurt. Maar ook dat je samen verantwoordelijk bent voor het dagelijks onderhoud en het beheer van deze plek. Wij geloven eigenlijk dat groen en buiten heel erg belangrijk is in je leven en ook in je werkende leven. De meeste mensen zitten 8 uur per dag gewoon binnen. En hier heeft elke werkplek gewoon direct contact met buiten. Ik zelf zit in het tuinteam. Dus wat ik onder andere doe is meehelpen dat de tuin er mooi uit blijft zien. Ik vind het heel erg bijzonder dat je tijdens een werkdag voortdurend binnen en buiten bent. Ik heb ontdekt, in een tuin kun je lunchen. Maar je kunt ook heel goed telefoneren in de tuin. Je kunt overleggen in de tuin. Je kunt nadenken in de tuin. En natuurlijk zit ik ook binnen achter een laptop. Maar juist die wisselwerking tussen die twee dingen vind ik heel erg fijn hier. We zijn nu al sinds 2017 hebben dit deel, eigenlijk dit grote pand en dit eerste hofje. En eigenlijk al vanaf dag 1 was er behoefte vanuit de creatieve sector in Utrecht om voor werkruimtes. Dus mensen die zagen dit en die hadden zoiets van dat wil ik ook. Dus toen hebben we gezegd van nou, we gaan gewoon doorgroeien en doorbouwen. En dit stuk, dus bijna 2,5 keer zo groot, gaan we nou doorontwikkelen. En daar zijn we dus een aantal weken geleden gestart met de bouw. Tot hier loopt onze huidige fase. En hier begint dan eigenlijk nou de bouwplaats waar we gaan doorontwikkelen. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Nou, hier hebben we bijvoorbeeld de constructieve betonvloeren. Er zijn gewoon perrondelen van station Maren. En voor de rest wat je nou om je heen ziet, is het allemaal hout. En dit is allemaal CLT, dus cross-laminated timber. En het komt uit een schoolgebouw in Rotterdam. En dat is een pand wat tijdens de bouw weer gesloopt is. Omdat er daar fouten in de bouw waren gemaakt. Op sommige plekken zitten er bijvoorbeeld ook gaten in de muur. En dat zijn voor ons dus ja, circulaire cadeautjes. Waarbij je dus een aanleiding hebt om een raam te plaatsen. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Dit is eigenlijk het ontwerp van de tuinen. We hadden dus het idee van weer die werkplekken rondom die tuinen of een tuin bovenop. Dus het bestaat eigenlijk uit 3 oppervlaktes die allemaal het formaat zijn van deze tuin. Dus dan hebben we een deel, een kweekvijver noemen wij het. Een tweede deel is het voedselbos. En als laatste de daktuin, zie je op dit plaatje niet zo goed, maar hier wel. Maar daar willen we ook echt gaan kijken van kun je daar iets betekenen voor de biodiversiteit en voor de flora en fauna op een hoger niveau. We hebben de Groene Kroonprijs gewonnen van de provincie Utrecht. En voor ons is het heel belangrijk dat we die erkenning hebben gekregen, dat we als groot initiatief worden gezien. En wat wij ook heel belangrijk vinden, is dat we dit kunnen laten zien dat dat overal mogelijk is, op welke plek dan ook, om een diversiteit aan groen te krijgen en de biodiversiteit te bevorderen.